Je hebt jongens en je hebt meisjes, maar wat vinden jongens nou echt kut aan meisjes? Jongens die echt veel relaties hebben gehad of een meisje echt leuk vinden, die kennen het misschien wel. Als je dan verkering vraagt aan dat meisje en dat meisje zegt, ik vind je wel leuk, aardig, lief en grappig, maar ik wil wel alleen vrienden blijven. Dat is best kut. Je ziet zo'n groepje met allemaal meisjes staan en ze kijken naar je en opeens gaan ze giechelen. Zo met z'n allen zeggen, dan denk jij zo van, wat heb ik nou gedaan? Ja, dan denk je van, ik wil het weten, maar ze gaan het gewoon niet zeggen. Hè? Wat het dus is met meiden, stel je vertelt zo'n verhaal van, mijn oma is overleden of zo. Dan zegt ze, ah, wat zielig voor je. En jongens daarentegen, die zijn meer zo van, ach, moet je even een tijdje rust nemen of ga even daar zitten of ga even dit doen of ga even zus, zo, zo. Dus eigenlijk, meiden help je niet echt, maar ze zeggen alleen even iets van, ah, oh, zielig. Ja. Ze geven jou het vertrouwen, maar eigenlijk is het vertrouwen dan snel weer weg. Vaak als meisjes geen gelijk hebben, dan proberen ze altijd er omheen te lullen of of nog meer dingen erbij te halen van bijvoorbeeld andere tijden of zo. Ja, gewoon een oude koeien uit de sloot halen. Ja, een beetje smoesjes verzinnen om toch gelijk te krijgen. Maar dan zijn wij jongens, hè. En dan denken wij van, hey, jullie hebben niet gelijk. Fuck you. Trouwens, we houden van alle meisjes in de wereld. Hoi. Hoi. Weet je wat het dus is met meiden? Ze zijn altijd met elkaar bezig, zo aan het plukken aan het haar of iets. Of ze zijn aan het knuffelen. Zelfs al zitten ze op de fucking fiets. Ja. Op een fiets ga je dan niet knuffelen. Meiden zijn het eigenlijk altijd met elkaar bezig. Of ze zijn haar aan het doen van elkaar of ze zijn aan het knuffelen dus. Ja, ze kunnen niet zonder elkaar en eigenlijk ook niet met elkaar. Want dan is het altijd bitch fight. Wil die vrouw naar kasteel? Dat is wel echt cool, hè. Vrouwen willen altijd dat ze geliefd worden en zo. Dat er veel lol naar hun gaat. Maar als het andersom is bij een jongen of zo, dan geven ze gewoon geen liefde. Eigenlijk zijn ze dan een beetje egoïstisch. Vrouwen gaan altijd met meerdere mensen naar de wc. Altijd. En waarom? Ja, ik heb wel eens gehoord van een meisje die zei van ik ga naar de wc met meerdere, omdat we dan gezellig kunnen door blijven kletsen. Dan denk je zo van, maar weet jij het geheim achter waarom meiden altijd samen naar de wc gaan? Laat het even weten, want dat vind ik interessant. En bel me. Je kent wel dat vrouwen alleen maar zeggen, ik ben dik, ik ben dik, ik ben dik. Ze zijn gewoon onzeker, omdat ze eigenlijk gewoon complimentjes willen krijgen. Daar heb ik nog nooit over nagedacht. Eigenlijk willen ze gewoon complimentjes hebben. Van, ik ben dik, ze is zo slank. Wat het dus is met vrouwen. Als je bijvoorbeeld iets leuks hebt gedaan voor een meisje, je bent ermee naar de bios geweest of zo, of je hebt er iets gegeven, dan zegt ze meestal, dankjewel, dat was leuk of iets. Maar, stel, jij laat haar potje nagellak omvallen of zo, dan hoor je over 3 jaar nog steeds dat jij dat potje nagellak hebt om laten vallen. Maar over die bioscoop of dat cadeautje hoor je niks meer. Nee, dan hoor je zelfs nog de dag, de tijd, de minuut, wanneer het is gebeurd. Het is ook best irritant dat vrouwen altijd aan hun uiterlijk bezig zijn. Ja, sommigen zijn gewoon goed zonder make-up, maar die blijven uren voor de spiegel staan. En dan moet 1 keer regenen buiten. Woehoe, mijn haar, mijn ogen, mijn make-up. Dus, als jij als jongen dingen hierin herkende, dat meisje hebben gedaan, of jij als meisje denkt van, shit, dat herken ik eigenlijk wel. Nou kan je natuurlijk wel raden dat de meisjes ook over ons zo denken, over jongens. Dus meisjes, laat even achter wat jij over jongens te lullen hebt. En dan maken we er waarschijnlijk een vervolg op binnenkort. Ja. Wij gaan weer terug naar ons kasteel. Ja. Nou, hey, groetjes hè. Planten.